Goedemiddag allemaal. Ik zie nog steeds 13 staan, Remco. Dus de 8 minuten blessuretijd die moeten dan nog komen. Ik wil jullie graag meenemen in dit verhaaltje naar 1308 en naar Kuik, waar ik sinds anderhalf jaar woon. En dit is iets langer terug. Dit is een opgraving die gedaan is onlangs op Borneo. En daar is een skelet gevonden uit 31.000 jaar geleden. En wat bleek, daar was een amputatie geweest. Waar net ook even over gesproken was. En het blijkt ook uit onderzoek van dat skelet dat die persoon die die amputatie heeft gehad nog 6 jaar doorgeleefd heeft. Dus kennis van zorg en hoe de dingen zijn, hè, is niet alleen van vandaag. En dat zag er dan zo uit en dat hebben ze keurig onderzocht. En innovaties gaan niet alleen over medische innovaties, maar gaan ook over organisatorische innovaties. Dus mijn grote voorbeeld, dokter Venta Kaswami, heb ik vaak over gesproken en hij heeft een innovatie in de oogheelkunde gedaan, niet door de inhoud van operaties te verbeteren, maar door het proces te verbeteren. En oogartsen in India, prachtig, die doen ongeveer 6000 operaties per persoon per jaar. Dat betekent dat we in Nederland voor staaroperaties met 20 oogartsen voldoende hebben. Dus die discussie loopt een beetje ingewikkeld af en toe, zullen we zeggen. En ook de Maartenskliniek doet al jaren aan innovaties. Dit is dokter Beer en zijn toenmalige staf. Hè. En als je dan naar die innovaties kijkt, en het klikken lukt dan ook, als het goed gaat. En dan waren wij het ziekenhuis met het eerste zwembad. En nu is dat lachen, want de innovaties van vroeger zijn vandaag lachen, maar toen was dat prachtig. Hè. Dus we deden die revalidaties, waar net ook over gesproken was, op brommertjes achter op de berg. En vandaag de dag doen we dat in de Grail. In een gamification waarin we op een loopband patiënten kunnen trainen om beter te lopen, om sneller te lopen, om dat bewegen op een goede manier te doen. En iedere keer is de vraag, wat is dan innovatie? En dit is Armiyata Sen en die heeft gesproken over wanneer is een samenleving nou succesvol? En de samenleving is succesvol, zegt hij, als de samenleving ervoor kan zorgen dat mensen hun eigen doelen kunnen nastreven. Dingen die zij belangrijk vinden. Weer kunnen dansen, weer kunnen hardlopen, presentaties geven hier, onderzoek doen, kunnen werken, orthopeed worden. Alle varianten zijn mogelijk, maar daar moet een samenleving voor zorgen. Dus als het gaat over innovaties in de zorg, hè, is het voor mij belangrijk dat een innovatie iemand vooruit kan helpen in het leven. Niet alleen medisch, maar echt vooruit kan helpen in het leven. Dus het exoskelet, bij ons zijn we er al jaren mee bezig en dat helpt niet alleen Ruben, hè, want zo heet hij, helpt niet alleen Ruben medisch vooruit, zijn cardiovasculair stelsel, hè, maar hij voelt zich ook weer sterk. Dus een innovatie is niet altijd een medische innovatie. En wat ook belangrijk is, is dat het dan overal in de wereld beschikbaar is. Niet alleen in de Maartenskliniek, niet alleen in Nederland, maar eigenlijk overal. En het derde punt wat voor een innovatie belangrijk is, is dat die betaalbaar is. En dat zijn grote vragen als je naar de gezondheidszorg kijkt of dat zo is. Dit is ook een prachtige innovatie van 20 jaar geleden, hè? Een biological. En die biological zorgde ervoor dat de reumatologie en de behandeling van reuma-patiënten totaal veranderd is en dat hun leven weer echt geleefd kan worden. Ze hoefden niet meer in een bedje te liggen, soms voor een jaar. De bedden in de Maartenskliniek zijn ook allemaal verdwenen, omdat dankzij dit geneesmiddel mensen echt weer kunnen leven. En dat geneesmiddel bestaat pas 20 jaar. En deze innovatie is een biosimilar. Het is niet een beter geneesmiddel, het is hetzelfde geneesmiddel, maar betekent dat we voor de lagere prijs nog steeds die mensen op een goede manier kunnen helpen. En wanneer is het dan ook nog een echte innovatie? Als het iets anders laat verdwijnen. Als er gewoon iets nieuws komt en het bestaande blijft, dan is het geen innovatie. En dit is Schumpeter, hij is eigenlijk de uitvinder van innovatie. En hij heeft gezegd, het is pas echt iets nieuws als er iets oud verdwijnt. En daar wil ik het met jullie vandaag over hebben. En dan bouw ik langzaam op tot 1308. En dit is de C-leg, dat is een prothesebeen, wat gemaakt wordt door de firma Ottobock. En daar kunnen mensen goed mee lopen en daar zit elektronica in, waardoor je in de zwaaifase dat mensen beter kunnen leren lopen, in plaats van een mechanische knie. En die C-leg die kost ongeveer 25.000 euro en toen dachten ze bij Ottobock, weet je wat, we gaan een nieuwe maken, de Genium, en je voelt al dat die duurder is. Zullen we zeggen, die is 52.000 euro en er is geen enkel bewijs
tenminste, wij hebben het niet kunnen vinden, dat die beter is. En als je dan wat verder zoekt, hè, dan vind je ook de Remotion knie. En die hebben wij bij ons uitgetest en die wordt over de hele wereld ondertussen gebruikt. Als je heel goed op die wereldkaart kijkt waar ze verkocht zijn, zie je ook dat ze in Nederland verkocht zijn. Remco heeft er 6 besteld en daar zijn we mee gaan testen. En zo ziet hij eruit. En die Remotion knie die kost $80. En we zijn gaan testen bij ons in de kliniek met patiënten met zo'n prothesebeen. En wat bleek, dat is altijd moeilijk, heb ik geleerd in de wetenschap, zeker als het over zorg gaat, hij is niet heel veel slechter dan de bestaande. Dus met een beetje aanpassingen zouden we die ontzettend geschikt kunnen maken en dan kan de kwaliteit van de zorg vooruit gaan. En wat je dan ziet in de veranderingen in de samenleving, is dat bedrijven ook adviseurs gaan overnemen. Dus Otto Bock heeft Livit overgenomen en die maakt prothesebenen. Dus natuurlijk gaat Livit straks onafhankelijk altijd precies op maat voor de patiënt de juiste been voorschrijven. Ik vrees alleen dat het Otto Bock gaat zijn. En als je dan wat verder kijkt, hè, dan kan er zoiets gaan gebeuren. En dat gebeurt ook in ziekenhuizen. Hè, dus Bergman, prachtige kliniek waar prachtige zorg wordt geleverd, is onlangs overgenomen, 1,5 jaar geleden, als ik klik, door Triton, een investeringsmaatschappij. En de vraag is nu, hoe gaat het dan verder met de behandeling van de patiënten binnen Bergman, die het voor de rest fantastisch doen. En veel verhalen vandaag gaan over innovatie, gaan over nieuwe technologie, die gaan over data. En er zijn 2 type mensen. De believers in data, een beetje de mensen van de technologiekerk. Technologie is echt alles. Dat maakt alles goed. En aan de andere kant heb je mensen die zeggen, ja, het is allemaal heel ingewikkeld en het is heel slecht voor de samenleving. En dat kan helemaal niet, die data uitwisselen. En de vraag is, hoe kunnen we die beide dingen een beetje in balans brengen? En daar gaat 1308 over. En als je dan in Spanje rond gaat reizen, dan vind je een klooster. Dus ik bouw het een beetje op, het klooster van Montserrat. En Google heeft geprobeerd, en dan komt de connectie met Montserrat, om zoveel mogelijk boeken in de wereld te digitaliseren. En dat is ze gelukt. Ze hebben echt miljoenen, miljoenen, miljoenen boeken hebben ze gedigitaliseerd. En ook de boeken van dit klooster. Dat waren er 24.500. En daar is ook een film van gemaakt, dat heet The Google, The World of Brains. En zij hoopten natuurlijk met het digitaliseren van al die kennis dat ze dat op een of andere manier konden verkopen. En dit is vader Damia, die kwam voor in die film, die was de baas van de bibliotheek daar. En die zei, we hebben prachtige boekjes uit 1300 zoveel en die zijn nu gedigitaliseerd en die zijn voor iedereen beschikbaar. Dat is mooi. En die kennis kunnen we nu op een goede manier, kunnen we die verspreiden. En toen vroeg die interviewer in die film, die vroeg van, goh, betaalde Google dan jullie voor dat scannen? En je zag dat indalen bij hem. En toen vroeg die interviewer, en wat nou als Google daar heel veel geld mee gaat verdienen als ze die kennis gaan verkopen? En die film kun je gewoon terugvinden op YouTube en het daalde in 1 keer in. En ze hebben eigenlijk alle bibliotheken hebben ze gedigitaliseerd, maar die boeken zijn niet beschikbaar. Dat is ontzettend ingewikkeld. Er is een hele grote ruzie gekomen. Wie is nou de eigenaar van die kennis? En de conclusie was, die boeken mogen niet zomaar via internet verspreid worden. Alleen maar kleine samenvattingen en dan kun je daar naar kijken. Dus ik typte mijn eigen naam in en zo gaat dat dan natuurlijk. Dus ik dacht, nou even kijken. En toen vond ik het proefschrift van mijn vader. En als je dan wat verder terugkijkt, hè, en in de geschiedenis, en daar hou ik van, dan zie je dat in 1799... waren de Fransen op strooptocht in Egypte, dat kwam wel eens voor, en dan vonden ze de steen van Rosetta. Dat is deze steen, en op die steen stonden 3 talen. Daar stonden de hiërogliefen, het Domotisch schrift en het Grieks. En dat was handig, want dan kon je die hiërogliefen in die grote piramides kon je gaan vertalen als je snapte wat er op die steen stond. Het vervelende was dat de Engelsen daar in die tijd ook waren. Die veroverden die steen van de Fransen, dat was ontzettend vervelend. Fransen hadden hem wel gekopieerd op een blaadje, dus ze konden allebei onderzoek doen. En toen ontstond er een wedstrijd eigenlijk tussen een Engelse onderzoeker en een Franse onderzoeker over wie kan het eerste die steen ontcijferen. Nou, dus de Fransman gelukt, de andere Engelsman heette Jong en die Fransman heette Champollion en die heeft eigenlijk die steen ontcijferd. En daar heeft hij lang over gedaan en eigenlijk is dit een algoritme. Je vindt wat data, plakt het algoritme eroverheen en je kunt het vertalen. En wat zou er nou gebeurd zijn als hij voor iedere vertaling geld zou gaan vragen? Hè? Dat zijn dan de vragen waar we vandaag over na moeten gaan denken.
En dan denk je, gebeurt dat dan, hè? Jullie kennen allemaal FibriCheck, dat kun je kopen in de App Store. Dat is een appje, ik heb hem ook gekocht, dat is een appje waarmee je je hartritme kunt meten. En het mooie van FibriCheck, dan meld je je aan, dat heb ik natuurlijk keurig gedaan, dan betaal ik €6,99 per maand. En dat is bedoeld om atriumfibrilleren te vinden. En dan kun je dat een paar keer per dag meten en dan krijg ik een rapportje, dat ziet er zo uit. Nou, gaat vrij goed met me, kan ik ook een advies vragen overigens van de dokters. En het grappige is dat de NZA heeft gezegd, dat is prima, daar gaan we voor betalen. Dat is belangrijk in Nederland, hè, dat dan een algoritme wordt goedgekeurd. En dat heeft de FDA ook approved. Dus dit is een echt medical device. En dat is prachtig. Maastricht kwam er maar in de krant, hè. In coronatijd. We kunnen nu op afstand mensen monitoren. Mensen hoeven minder vaak naar het ziekenhuis te komen. Internationaal succes. En we worden er ook nog voor betaald. Overigens, dat bedrijf wordt er ook voor betaald. En het grappige is dat FibriCheck, je voelt het aan, is overgenomen door Fitbit. Heel veel mensen hebben zo'n horloge om. En zij weten dus al die dingetjes. En dan gaat het verder in Maastricht. Ja, wat zou er dan kunnen gebeuren, hè? Dat Maastricht wordt overgenomen door FibriCheck en daarna wordt het overgenomen door Fitbit. Want zij kunnen ook dokters aannemen om op basis van dat algoritme een advies te geven aan patiënten. En wie weet komt er dan nog een keer een private equity club voorbij. Maar dat betekent dat al die data dan in handen is van dit type bedrijven. Ja, toen las ik wat verder en toen zag je dat Fitbit, die werd welkom geheten in de Google-familie, een beroemde familie in de wereld, zullen we zeggen. Daar hebben ze 2,1 miljard voor betaald. Dat was prachtig en jullie kennen allemaal Google, hè. Die hebben toen gezegd, nee, maar we gaan niks met de data doen. Dat is ontzettend flauw, dat doen we nooit. En dat hebben ze beloofd aan de Europese Commissie. Keurig ook zo vastgelegd in een commitment. En iets later bleek dat alle Fitbit-gebruikers moesten overstappen. Dus de vraag is, hoe gaat het dan verder met het ziekenhuis in Maastricht, hè? Dus dat worden de vragen. En dan denk je, ja, gebeurt dat dan echt? Nou, Medtronic is ook een prachtig bedrijf die patiënten helpt met diabetes. Met een insulinepompje en dan meten. En vroeger moest je steeds in je vinger prikken, maar tegenwoordig gaat dat automatisch. En dan, dat pompje geeft ook automatisch dan insuline af. En daar zit een algoritme achter en dat algoritme wordt steeds beter. En dat algoritme kun je helemaal op maat van de patiënt kun je dat maken. En er stond een prachtig, prachtig interview in de NRC met zo'n patiënt. En die zei, dat werkt fantastisch. Mijn leven is weer een leven geworden. Denk aan die innovatie. Ik kan weer echt zelf leven. En als je dan ietsjes verder kijkt, dan zegt ze, ik kan niet meer zonder dat algoritme. En mijn leven staat op zijn kop als dat algoritme verdwijnt. En wat is er gebeurd? Diabetes, een groot diabetesbedrijf in Nederland, is overgenomen door Medtronic. Hè? Dus dan bouwt dat verder en dat betekent dat zo iemand volkomen afhankelijk is geworden van zo'n bedrijf. En dan is de vraag, wat betekent dat? Er is een prachtig artikel gekomen over open source algoritmes ontwikkelen. Hè? Dat is prachtig. En als je dan heel goed kijkt, hè, dat werkt heel goed, en dan zie je de naam van Dana Lewis staan. En Dana Lewis is een Australische dame. En die is ontzettend slim. En die heeft haar eigen algoritme gemaakt en ook haar eigen pompje. En dat is prachtig. Het enige vervelende is, zij kan het voor zichzelf oplossen. Maar het gaat erom dat we het voor alle patiënten op een goede manier komen doen. En dan komen we in Cuijk en in 1308. En in 1308 heeft de heer van Cuijk, die heeft de gronden van Cuijk geschonken aan de samenleving. De gemene gronden. En die gronden mocht iedereen gebruiken. De weidegronden. En dan mocht iedereen op boeren. En dan mocht je geen hekje omheen zetten om er zelf beter van te worden. Of een ander stukje afpakken. Je moest samen die gronden beheren en daar beter voor worden in de zorg. En dat zag er zo uit. En dat is nog steeds zo in Cuijk. En deze mevrouw heeft dat een beetje gejat, dat mag ik niet zeggen. Ze heeft de Nobelprijs voor Economie gewonnen. Ze is Eleanor Ostrom. En Eleanor Ostrom noemde dat de commons. Dat kennen jullie allemaal, hè? In Nederland heet dat de meent. Ieder dorpje heeft wel een meent. Rotterdam ook. Een slechte club overigens met voetbal, maar dat terzijde. En vroeger dachten economen dat er twee soorten goederen waren. Private goederen, een iPad, een auto, een dingetje. En publieke goederen, defensie, dingen die de staat doet. Maar zij heeft bedacht dat er meerdere goederen zijn. En zij heeft gezegd, er bestaan ook club goods, dus dat betekent, je kunt een toll road maken of een sociaal netwerk, hè, daar kun je dat met elkaar delen. Maar dan moet je toch voor betalen en dan krijg je jouw stukje. Maar er bestaan ook common goods.
dingen die je met elkaar deelt en waar je gezamenlijk voor, ja, verantwoordelijk voor bent. En die common goods, dat is waar ik naartoe wil als het gaat over het delen van technologie in de samenleving. Dat mag niet blijven bij enkele bedrijven die dat dan kunnen monopoliseren. En zij heeft haar Nobelprijs gebouwd rondom 8 regels die nodig zijn voor die common goods. Dat betekent, je mag het niet afpakken van de buren. Zij zegt, je moet regels maken om ervoor te zorgen dat mensen ook gestraft worden als ze echt iets afpakken van de buren. Want je moet het met elkaar, moet je zorgen dat die technologie of die gezamenlijke weidegrond tot volle wasdom wordt gebracht. En die 8 regels, die zou je kunnen gebruiken om na te denken over de toekomst van de technologie en het gebruik van data en algoritmes in de samenleving. En daar is een prachtig boek over geschreven, The Profit Paradox. En wat er eigenlijk in staat is dat je een soort balans moet krijgen tussen de samenleving, het individu, de individuele patiënt die vooruit wil, en die winst van die bedrijven. En als die balans er niet is, dan gaat het fout in de samenleving. En dat betekent dus dat we de tegenstelling tussen de techkerk mensen die zeggen alles wordt zomaar opgelost, en de mensen die zeggen ja het werkt allemaal niet, die kunnen we oplossen als we op een nieuwe manier nadenken over het inrichten van het gebruik van technologie en algoritmes en data in de samenleving. En dan komen we toch weer terug bij mijn grote voorbeeld, Schumpeter, die dit bedacht heeft. Oude regels moeten eigenlijk ook verdwijnen om die nieuwe techniek op een goede manier te gebruiken. En dan denk ik dat de zorg echt verbeterd kan worden met alle mooie dingen die we bedenken. Dankjewel.